Hoeveel goud had je hem geboden? Ben ik... Oh, nee! Oké, daar ging Daniel. Welkom bij de meest indrukwekkende tour ooit. Link, mag me Link? Oké. Ik heb zoek naar een toverdrank om iemand te vergiften. Morgen even... Hey, what's up, yo, man? Dit is mijn eerste dag dat dit allemaal werkt en zo. Ja, man. What's poppin', bro? Ik heb iets leuks. Ik ook. Kijk eens een kwartslag naar rechts. Nee, andere kant op, lul. Ja, ik dacht jou rechts. Nee, jou rechts. Mijn rechts. Ik heb een stripclub gemaakt. Wat is dit, een stripclub? Ja. Oh. Ja. Dus je snapt het al, het enige wat hier gaat gebeuren is de komende paar bad bitches. Die gaan hier even wat ass shaken, man. Eerlijk? Ben je 28, heb je stripclub gemaakt in Minecraft? Als je dacht dat je alles gezien had? Ja, nee, ja. Het kan erger. Het wordt nog erger, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja. Ik heb wel het gevoel dat ik nu mensen moet uitnodigen die van het vrouwelijke geslacht zijn. Ja, dat lijkt me wel. Ja, we kunnen QC ook in die paal laten hangen. Ik weet niet wie het houdt. Nee, ik zou het niet doen. Dumpeltje. Het is wel een leuke weddenschap. Zullen we kijken, kunnen we Q aan de paal krijgen? Ja, ik vind het wel een mooi idee eigenlijk. Ja, het is leuk bedacht inderdaad. Het is toch mooi, ik moet alleen nog even tafeltjes maken waar mensen aan kunnen zitten en eurotjes kunnen gooien en zo. Maar ik heb wel even wat ik jou aan jou wil laten zien. Dit is even, nou, even serieus, Don. Oké. Ik heb, natuurlijk ben ik hier gisteren in deze wereld terechtgekomen. We hadden een soort van we hadden een soort van afspraak gemaakt wat ik zou doen. En ik heb het af. Ah, ik kan natuurlijk nu liegen en zeggen dat ik het nog niet gezien had, maar ik had het al gezien. Maar laat maar even zien. Ja, nou, fijn dat je wil liegen dat je het niet hebt gezien, want dit is wel echt een hoogstandje. Oh, zo. Kijk, next level, hè? Ik vind hem oprecht wel dik, ik zeg eerlijk. Ik heb er niet heel veel tijd aan besteed, moet ik zeggen. Ik denk, dit was een kwartiertje, denk ik. Misschien 20 minuten. Ik heb gisteren, wil je daar niet op gaan staan? Die heb ik daar neergezet voor een reden. Praat verder. Please. Dank je. Ik heb gisteren met Daniel... Yo, CN Elite, bedankt voor je euro, neef. Luister, Don. Ik ben gisteren met Daniel heb ik een rondleiding gekregen. En toen zijn we langs allemaal verschillende landen geweest en verschillende mensen. Ja. Yeah. En nu heb ik bij Toverland kwam ik twee dames tegen. Trouwens, breng me op een idee. Die twee dames kunnen misschien eventueel aan de paal. Oh. Het zijn wel heksen. Nou, maar net. S is S, neef. En toen kwamen we bij Toverland. Ja. En die twee heksen, daar kwam ik ineens op een idee met Daniel. Wat nou als Link, dat heb je ook niet meegekregen. En we zijn naar België geweest en Link heeft spullen gejat van Daniel toen Daniel dood was. Oké, dus Link moet dood. Nee, nou, dat vond ik een beetje te overdreven. We hebben een ander idee. Ik was dus boos samen met Daniel op Link. En Daniel natuurlijk helemaal, want hij was al spullen kwijt. Toen heeft Link het wel weer teruggegeven, maar hij heeft een beetje 50-50 gedaan. Af en toe wel, af en toe niet. En dat vond ik heel gemeen. Ja. Dus toen heb ik aan die twee heksen gevraagd, samen met Daniel, wat nou als jullie een potion maken met vergif erin. En dan gaan we dat vergif aan Link voeren. Gaan we het aan hem geven. En dan drinkt hij dat op. Je bent bijna 30, hè? Hey, vergiftigen lijkt me echt een onwijs spuikplan. Ja. Wij van Somalië zijn down om hiermee te helpen. Dat is al zo, want Daniel Lippens... Ik dacht eens dat hij Danielle heette. Maar Daniel, die wilde al dit plan uitvoeren. Dus wij wachten eigenlijk een beetje op het vergif van bij Toverland. Misschien kunnen wij al langs gaan om even te kijken of de twee heksen er zijn. Om te kijken of ze het vergif misschien al af hebben. Ja, ik zou heel graag mee willen, hoor. Begrijp ik niet verkeerd. Maar ik moet even de stripclub afmaken. Want er komen binnenkort echt een paar baddies. Echt raar cheeks kleppen op die paal. Dus ik moet even... Ja, je toch? Ja. Shit moet af. Kan ik je helpen anders? Dan is het sneller nee, af. Nee, joh. Ik doe het zelf wel even. Maar ik ben wel ervaren als je kijkt naar de kroonluchter. Ja, kroonluchters en kleppende cheeks zijn heel... Is hond naar de balgame, hè? Hey, ik kan zo'n schommel maken voor de dames.
Hij zegt wel dingen nee. Hallo? Hey. Hallo? Jar. Aangenaam. Aangenaam. Wat? Ik ben Arby. Aangenaam, ik ben Malino. Vroeger bekend als Koning Malino, maar dat lijkt me nu oninteressant voor deze Koning. Dit onderwerp. Waar kom je vandaan? Van mijn boot. Je boot? Ik heb een boot. Je hebt een land en dat is een boot. Lang verhaal. Ik ben verbannen van het land. Ik heb een boot. Oké, wat cool. Thanks, man. Waar is je boot? Ja, in de zee. Dat is vrij normaal. Nee, dat is... Maar hier is geen zee. Ik kan wel een boot op het land zetten, weet je, maar dan staat hij droog. Dat is een beetje nutteloos. Ja, nee, ik ken een paar vrouwen die staan al weet ik hoe lang droog. Dat is ook niet goed. Ja, nee, dus... herkenbaar. Ik ben ook heel eenzaam. Ja, ben je ook al lang... ander onderwerp. Mijn boot heet natte Betsy, dus dat maakt het dan wel weer goed. Ja, dat snap ik. Nou, dan is het in ieder geval elke keer als je erin stapt lekker feest. Zeker. Nou, je ziet er verdwaald uit. Ja, ik ben ook wel redelijk verdwaald. Ik ben op zoek naar heksen. Heksen? Oh ja, zeker Toverland. Ja, Toverland. Ik was daar net, maar ik zag niemand. En ik moet echt iets dringends vragen aan de heksen. Dus ken jij, heb je telefoon bij of zo? Kun je ze bellen? Ik weet de weg. Ze zijn vlakbij mijn boot. Ah. Ik krijg nog goud van ze, dus ik wil eigenlijk ook even langs. Ah, piraat. Jou had ik nodig. Is goed, wat is er aan de hand? Oh, sorry hoor, dat is even... We hebben problemen. Wegwezen. Ja. Oh, weg. Hey, advocaat. Hey, goedendag Malino. Hoe maakt u het? Ja, zeer goed. Hoe vindt u het in de wereld waar u zich bevindt? Ja, op mijn gemak. Oh. Op mijn gemak. Is goed. Gezellig. Jar. Jar. Hij doet me altijd na. Hè. Als ik één keer jar zeg, zegt hij meteen jar terug. Ja, wat raar. Het is een advocaat. Hoezo praat hij niet formeel? Zo'n Frieslander, weet je wel. Ik kan mijn bezoek nog wel aan hen herinneren. Dat was gisteren. En ik kwam bij hem aan. En hij vertelde dat hij iemand van Rusland had verzopen in zijn fontein. En op dat moment ben ik eigenlijk meteen vertrokken. Dus ik heb Nieuw-Friesland nooit gezien. Nieuw-Friesland? Of Friesland. Wat is het? Ik weet het niet. Ja, ik er ben zijn er door. Dus twee. Heel ingewikkeld. Het ligt tussen Friesland en Nieuw-Friesland. Dat is heel verwarrend. Ja. De Nieuw-Frieslanders zijn nogal progressief. En de Frieslanders zijn heel erg conservatief. Ja, dat zijn woorden die ik vroeger 2500 jaar geleden niet had. Dus ik heb geen idee wat je net hebt gezegd. Maar ik ben er mee eens. Zullen we naar Toverland? Hoe oud ben je? Ik ben nu 2500 jaar oud. Iets langer. Hoe zie je er nog zo jong uit dan? Ja, bedankt. Ik zal je vertellen. Ik was 2500 jaar geleden in de grond gegaan om te schuilen als goblin. Ik was een koning. Wat is een goblin nou weer? Een goblin is iemand die leeft onder de grond. Een aardmannetje? Een aardig mannetje, zou je kunnen zeggen. Aardig, nou, dat moeten we nog zien, hè? En ik was vroeger de koning van een kingdom, Malino. En nu ben ik 2500 jaar later uit die grond gekomen. Ik zag het licht en nu zie ik eruit zoals ik eruit zie. En heb je goed gedaan, man. Ja, ik heb een muts, bed. Ik kom me ergens bekend voor in een lang verleden, toen ik nog het land mocht bezoeken. Ja, het zou kunnen dat je hebt gelezen over mij in de geschiedenisboeken. Was er toen een ding als, hoe heet het ook alweer? Dagelijks brood. Dagelijks brood, inderdaad. Ah ja, dat deden wij aan. Ah, kijk dan. Ja, nee, dat klinkt heel bekend inderdaad. Ja. Goed je te leren kennen, Malino. Zal ik je de weg even wijzen naar Toverland? Heel graag. Prettig kennis te maken. Ja, volg mij. Je zei... op een boot? Maar heb je ook een land? Of ben je gewoon echt een piraat? Ik heb een klein stukje land teruggekaapt van de wereld om mijn zaken te doen. Maar het liefst zit ik op mijn boot, natte Betsy, om de zeeën te paren en vrij te zijn. Ah, fijn. Kijk eens hier, rechtsaf. Is dat de Pirate Cove? Jazeker. Is dat van u? Het is van mij inderdaad. Wauw. Weer zo'n beest. Oprotten nu! Blijf weg! Kijk, die beest heb je dus niet in de zee. En daarom ben ik dus in de zee. Waarom heb jij vis in je hand?
Ja, honger. Ja, logisch. Liever een vis in de hand dan een hanteervis. Liever een... In Toverland wil je eerst mijn boot zien. Nou, ik ben oprecht wel heel erg benieuwd naar uw boot. Of je boot. Nou, pas op! Ze blijven maar komen, oké, okay, die beesten. Pak hem. Pak hem. Ren achter hem aan. Land erop. Kom hier. Hoppa. Je mag er nooit meer terugkomen. Hier staat ook een portaal van een koffie-anon die aanbidt de koffiegoden of zoiets. Hij zegt altijd pruttel. Hij is heel raar. Maar ja, ik moet het vriend houden, want het is mijn buur. Oh. We hadden vroeger ook een hele rare koning. De koning van Atla. Die, Atla. Ja, die eerde een kip. Een kip? Ja. Kip is om te vreten. Ja, maar hun hadden een kippengod. Klinkt geweldig. Kom, ja, ik heb er ook niet zoveel meer over te zeggen eigenlijk. Aanbidden jullie aardmannetjes ook iets? Niet? Nee, de goblins eerden mij als koning. Ik was het koning van het land. Wij hadden een gigantische berg, Mount Malino, die helaas vernietigd is door Ragnaros en Empire, Yennava, vreselijke kingdoms en vreselijke tovenaren. Ik ben niet zo goed in de historieboeken, dus ik ken al deze namen niet. Nee, dat begrijp ik. Ik verveel je ook vast met mijn domme praat, maar... Nee, ik vind het zo interessant. Oh, zo interessant. Nou ja, dat was eigenlijk alles wat ik nog... Er zijn stukken die ik mij kan herinneren. Misschien ooit gehoord van het Kingdom Entropia? Nooit van gehoord. Nou, dat was ook een van de slechtste. Nee. Dat grapje. Dat waren onze vrienden. Dat waren onze vrienden in nood. En die hebben ons geholpen in de oorlog. Pardon? Sorry, ik doe even mijn nether gear uit. Als die beesten er niet meer zijn, hoef ik niet meer bang te zijn. Nee, ik begrijp je. Maar... Trek van de piratenkleding aan. Dat terzijde, ik ben hier niet voor een geschiedenisles. Ik ben nog steeds op zoek naar de heksen, maar ook zeer geïnteresseerd in je boot. Ja, laten we opschieten. Ja, ik hou je helemaal bezig hier. Ja, dat maakt niet uit. Kan je zwemmen? Uiteraard. Goed, we moeten even omhoog zwemmen. We zitten nogal laag. Oh, jee. Ik ben daar een fort aan het bouwen. Ik heb nog geen naam ervoor. Maar hier is Natte Betsy. Fort? Oh ja, ik rij zelf Chrysler. Dat is vast landrot humor, dat snap ik niet. Welkom op Natte Betsy. Oh, is dat een inwoner? Ja, dat is... Hey, matroos, terug aan het werk! Okay. Nou, dat was matroos Frank. Nou, nu overleden natuurlijk. Ja. Rip Frank. Ik kan mezelf weer gaan doen. Dit is Natte Betsy. Ja. Fijn. Dat is mooi. Op dit moment niet zo nat als normaal. Je moet eens een keertje in de regen komen. Dan is het echt heel nat. Ik geloof je meteen. Ah. Goed gezwommen, Mandrot. Ja, fijn. Dit, mooi gemaakt. Nee. Kijk, vroeger... Goblins lachten om mij. Ongeacht wat ik zei. Ja. Zoals... een gifje van het meisje van de prei. Ik deed van alles erbij. Maar mij? Krijg je niet klei. Je rijmkunsten kunnen nog wat werk gebruiken, Landrot. Misschien kunnen we ooit samen een shanty schrijven. Wat is een shanty? Een zeelied. Ik vertel net dat ik 200 meter onder de grond heb geleefd. Hoe wil ik een zeelied schrijven? Sorry, maar heb je nooit de dronken zeeman gehoord? Wij hadden wel een gigantisch goede PvP'er. Een vechtbaas. Drunken Dutchman. Een dronken Nederlander? Ja, zeer goed. En hij was echt een fantastische vechter. Helaas is hij overleden in de strijd tegen Empire. Maar... Oh, blijf me om dat te horen. Ja, nee, dat maakt niet uit. Ik heb 2500 jaar gehad om het te verwerken, dus ik ben er al vrij overheen. Oké. Maar, ik zou graag een keertje mee willen werken. Als ik een keer iets weet, of een keer de zee bevaar, dan zal ik met mijn natte voeten iets proberen te schrijven. Het enige wat een shanty is, is mooie woorden in een lekker deuntje. Dus ik vertrouw erop dat jij een mooie shanty kan schrijven. Ik hoop ooit je shanty te mogen horen. Zullen we afspreken? Om een goede indruk achter te laten. Want mijn bedoeling is wel om in deze wereld een goede indruk achter te laten. Ik geef iedereen altijd een presentje. Zal ik beloven dat ik voor jou een shank ga maken? Een shank? Zo heet dat toch? Shanty. Shanty.
Een shanty. Shank is volgens mij wat de straatjongeren, die Somaliërs tegenwoordig een zwaard noemen. Ja, ik hoorde Don dat een keer zeggen, de man uit Somalië die mij heeft opgenomen. Maar shanty is dus wat anders dan een shank. Shank is zwaard, shanty is lekker nummertje. Ik denk dat ik al een instrument in mijn hoofd heb. Klinkt hartstikke goed. Ik denk dat je daar een heerlijk nummertje op kan schrijven. Zal een goed begin? Dat is zeker een goed begin. Als je dan wat maten met je mee hebt en die beginnen mee te zingen in koor, ja, dan heb je zo een shanty. Dit waren al wat noten en maten die ik aannam. Dit was een 3/4 maat. Oh ja. Maar bedankt. Dat is niet wat ik bedoel. Oh. Hallo? 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 Waar zijn jullie? Boven je. Oh. Nee, ja. Oh, daar zijn ze. What up? Hallo. 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 Aangenaam. Hallo. Oh. Oh, wat? Nou, dicht. Okay, hallo. Okay. Ik zoek geen problemen. Ik heb, What up? Thuisloos. Ik kom ook niks doen, hoor. Ik ben gewoon deze maloot aan het rond... Maloot? Ga er rond te zitten. Oh, jeetje. Oké. Okay. Zeg, piraat. Ja? Waarom noemde hij mij net maloot? Ja, nee, dus zo noem ik iedereen, joh. Dat is gewoon mijn koosnaampje voor mensen die ik mag. Ah. Oké. Okay. Dit is Toverland Billy, laten we gaan. Ja, laten we erin. Kom hierheen. Hier ergens in de buurt. Daar zo. Je moet eigenlijk het water over. Ah, ja. Via die boot. Wacht. Ik heb een boot. Ik maak een boot. Ik kan een boot maken. Als je dat kan, zo fijn zijn. Dat is een stuk beter dan lopen. Ja, eens. Kijk, hier. Oh, daar is Billy. Ze staat daar. Op, bij de portaal. Oh. Ja, dan moeten we weer naar die gekke gozer. Wel even terug. Hou jij hem op? Haar op? Het op? Willy! Hallo? We zitten in het verkeerde deel. Ik leid u naar het volgende deel. Oh, je mag je zeggen, hoor. Oh, oké. Ik dacht dat u beleefd bent. Ja, nee. Zeer vriendelijk. Je. Mag ik ook mee, of mag ik weer de zee op? Van mij mag je weer de zee. Als je mee wil, mag je mee. Ja, deze piraat heeft mij net hierheen gebracht. Dus allereerst dankjewel, meneer de piraat. Hier heb je een boot als dank. Ah, oh, dankjewel. Ah, wakka, neef man bro. Geef me die brazen, Arfie. Kippie. Mijn makker. Nou, die redden het wel. Piraat, dankjewel. Gegroet. En tot wederzien. Tot ziens. Ik moet gaan. We hebben jou nodig. Ik moet gaan. Ja, maar Miriam was eerst. Ik kom zo bij jullie. Kijk wat ik aan heb. Zit echt lekker. Dankjewel, hè. Ik moet gaan. Anders neem ik mee naar Rusland. Aaaaaah! Oh, Johnny. Ik heb water. Kom. Ik ook. Oh. Dat werkt hier niet. Oh. KGB-techniek. Ik ben sneller! Naha. Ha! Ha! Ik ben zo terug. Ik heb wat meer mensen zo naast. Hallo. Hey, anorexia verarmd. Nou, ik weet niet of ik die wel op een land wil hebben hoor, dit stel. Nou, dan hebben we de game. Oh, nee, dan neem ik die Diamond Armor mee. Doei. Goed. Oh. Nee, terugkomen. Oh. Bedankt voor de armor. Doei. Nee, terugkomen. Ik vroeger ook altijd zo, Malino. Dit is chaotisch, echter. Vroeger hadden wij één groot land met een grens en was iedereen vrij hetzelfde. En hier is iedereen uniek. Hey, ja, ik wacht denk ik vriendelijk op mijn beurt. Dames, ik heb... of heksen, wat moet ik zeggen? Ja, beide is goed hoor, beide is goed. Heksen, ik heb één klein vraagje aan jullie. Dat zou ik eigenlijk het liefst privé willen bespreken. Oh, wow! Dat kan. Nog een lid van ons... Kan je me wakker maken als het interessant wordt, King? Ik hoor net privé, ik moet weer weg. Is dit de tovenaar waar jullie het over hadden? Ja, zeker. Dit is de tovenaar. Aangenaam. Nou, heren, als jullie even een momentje hebben, dan mogen Toverland en Malino mij vergezellen. Dan gaan we even boven kletsen. Ah, fijn. Goed. Aha. Aangenaam.
tovenaar. Malino, hallo. Veel over u gehoord van uw heksen. Is het zo? Twee vrouwen, dat is luxe.